De Afsluitdijk. 75 jaar lang heeft hij gedaan waarvoor hij is aangelegd. Ons beschermen tegen de golven. 32 kilometer lang, 90 meter breed en 8 meter hoog. En vooral daar is het nu om te doen. Is dat genoeg? Of is de garantietermijn langzaam maar zeker verstreken? Wat gaan we doen om ook de komende jaren droge voeten te houden? De Afsluitdijk, 75 jaar trouwe dienst. Maar goed, de vraag is nu een beetje. Voor hoe lang nog? Zijn er bedreigingen, zijn er gevaren die opdoemen? Nou, er zijn wat mensen aan boord gekomen. Die hebben hier aan tafel plaatsgenomen. Van harte welkom. Om te beginnen, Tineke Huizinga, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Kende u dat verhaal trouwens van Grietje Boske? Ja, dat verhaal kende ik. Ik heb een boek toegestuurd gekregen van het Zuiderzeemuseum. En ik heb met grote interesse gelezen over Grietje Boske, die voor alle bobo's en hoogwaardigheidsbekleders uit gewoon zelf die dijk overliep. Ja, grote bewondering ook. Pittige vrouw, dacht ik. Mm. En daar hou ik wel van. Ja. Zee, u woont in Friesland. Ja. Dus u kent deze dijk alleen al door het reizen misschien heel erg goed? Meestal rij ik door de polders. Maar een enkele keer als het bij Amsterdam erg vast staat en ik moet vanuit Den Haag naar Heerenveen, dan ga ik over de Afsluitdijk. En het is wel een hele mooie reis, want de Afsluitdijk is schitterend om over te rijden. Echt prachtig. Ook met dit weer? Eigenlijk met elk weer. Ieder weer. Okay. Zee is altijd mooi. Ja. Wubbo Okkels, ja. Ook aan tafel. U bent de enige die hier, maar er zijn er ook maar überhaupt op de wereld een paar die dat kunnen zeggen, die dit van bovenaf hebben gezien. U heeft hem gezien vanuit de ruimte, de Afsluitdijk. Nou, dat klopt. Ik heb om precies te zijn 2 november 1985, smiddags om 2 uur, boven Denemarken, een foto gemaakt van de Afsluitdijk in zuidwestelijke richting. Als astronaut? Ja. Want waar zat u in? Waar was dat ook in de Space Shuttle gedaan? Challenger. Ja. Op een hoogte van 300 kilometer. Ja, we zagen beelden van bovenaf. En hoe was dat? Wat dacht u toch? Ja, heel bijzonder. Als je vanaf die afstand de aarde ziet en vooral ook als je Nederland ziet. Ja, dan merk je eigenlijk het enorme verschil om buiten te zijn, buiten alles, in plaats van de binnen te zijn op de aarde zelf. Ja, en je realiseert je dan ook dat je dus eigenlijk niks anders bent dan op een soort heel groot ruimteschip op de aarde. En dit is als je boven, wat wij zagen, boven Denemarken hangt? Ja, boven Denemarken, zo schuin naar beneden, dan, kun je, dan kijk je op deze manier. Want dat is een beetje de vertekening die je er dan in ziet. Ja, dan ligt Texel aan de benedenkant, zeg maar. Ja, en Zuid-Hollandse eilanden liggen aan de bovenkant. Niet zoals de Bosatlas dat het noorden boven zit. En denkt u daar nog wel eens over na, van als je dan hier zo bent? Van, dat je hem van verschillende kanten überhaupt hebt eigenlijk gezien? Eigenlijk wel heel vaak. Komt ook vooral omdat ik heel veel bezig ben met jeugd en innovatie en duurzame ontwikkeling. Dat ik dus heel veel met jeugd praat. Ook over het feit dat de aarde niks anders is dan een heel groot ruimteschip. Waar je heel goed voor moet zorgen. En dat is op helemaal geen mystiek. En daar moet je ook niet triest van zijn. Nee, dat moet je juist zien als een heerlijke uitdaging. En dat kan. En dus elke keer heb je toch wel weer dat beeld van de aarde voor je. Wat wij net zagen. Vanmiddag trouwens ook. Want ook met dat mooie Google Earth kan je gewoon zo inzoomen tegenwoordig. Ja. In het midden zit Suzanne van Ekelen, ingenieur van Geo Delft. U kunt antwoord geven op de vraag of de dijk achter ons er nou eigenlijk technisch goed bij ligt. Nou, hij is afgekeurd, de dijk. Dat is niet zo heel erg als het lijkt. Dat betekent dat hij niet helemaal voldoet aan alle eisen die we tegenwoordig aan de veiligheid stellen. Elke 5 jaar worden alle dijken opnieuw gekeurd. En alle dijken komen op een gegeven moment een keer aan de beurt dat ze moeten worden aangepast aan de eisen die gelden. Maar het klinkt vrij griezelig, eerlijk gezegd, afgekeurd. Het valt erg mee. De Afsluitdijk is hartstikke veilig. Maar er moet wel wat gebeuren. Ja, nou maar noem eens. Want over welk jaar hebben we het dan eigenlijk? Ja, als hij afgekeurd is, zou ik zeggen, dan moet je zo snel mogelijk zorgen dat hij weer goedgekeurd is. Het gaat steeds in periodes van 5 jaar. Er zal nu binnen een aantal jaar een aantal ingrepen moeten gebeuren. Maar het is belangrijker dat we eerst een goed plan maken voor het hele IJsselmeergebied. Waarin we dan de aanpassingen aan het Afsluitdijk gelijk kunnen meenemen. Zodat het in één keer goed gebeurt. Ja, wat wordt u er nerveus van, mevrouw Huizinga, dat u die dijk achter u, dat die afgekeurd is? Nee, want ik weet dat er absoluut geen acuut gevaar is. De dijk zelf is een buitengewoon stevige, degelijke dijk die echt nog 75 jaar wel kan blijven liggen. En waarom wordt die dan afgekeurd? Wij hebben nieuwe meetmethodes waardoor we in feite beter kunnen meten, ook de kracht van de golven. We hebben ook in de loop van de tijd strengere eisen opgesteld en we kijken natuurlijk tegen de klimaatverandering aan. Precies. Waardoor de golven hoger zullen komen en dat bij elkaar genomen maakt dat wij zeggen er moet iets aan die dijk gebeuren. Okay. Maar hij is veilig. Okay. Daar gaan we het over hebben. Over
over klimaatverandering. Over heel veel wat wij eigenlijk nog maar half weten. Hoe het klimaat gaat veranderen, dat de zeespiegel gaat stijgen. Maar met hoeveel dat de seizoenen gaan veranderen. Maar hoe dan precies? Eigenlijk weten we nog niet zo heel erg veel. We moeten voor het eind van deze eeuw rekenen met een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter. Zijn we nou al hoog genoeg? Nou, een klein beetje hoger is misschien nog wel verstandig. En daarmee ook als er een storm komt, het niveau dichter bij de kruin van de dijk uitkomt. En, dus een minder zware storm kan al problemen geven. Voor mij is de dijk een hei. Dus heel persoonlijk misschien. Ik vind hem robuust, stoer, uitstraling hebben. Ja, hij doet zijn taak al 75 jaar. Hij beschermt ons in het achterland. Houdt het water tegen. Een echte kerel, een stoere kerel in weer en wind. Zelfs nu met mooi weer is hij mooi. Is hij misschien een beetje teder, maar ik vind hem in al zijn robuustheid in de winter echt stoer, een kerel. Maar wel inmiddels een beetje een oude kerel, toch? Hij wordt ouder. Wij worden allemaal ouder. Ja, dat is feit. Geen rimpeltjes? Nou ja, kijk, wij worden als we 75 zijn, hebben we ook de nodige rimpels. Nou, en die zijn hier ook. He, die vragen ook dagelijks onze aandacht in de vorm van onderhoud en werkzaamheden aan de weg. Maar dat is allemaal nodig om deze oude heer, zeg ik maar, een beetje goed in stand te houden. Wij zijn de Jutters van Brezaandijk. De Jutters van Brezaandijk? De Jutters van Brezaandijk. Ja. Maar bent u nou zo gekleed omdat u bang bent voor de zeespiegelstijging? Of? Nou, nee, dat niet. Daar hebben we helemaal geen zorgen over, hoor. Daar zit een mooie dijk voor. Nou zijn we er toch wel. Nou, als heel Antarctica gaat smelten, moeten we nog een stukje hoger, hoor. Dan zit ik naar zo'n film te kijken van Al Gore. Moet ik daar nou bang van worden? Ja, ook daar zit een plaatje in van Nederland wat onder water loopt. Maar ervan uitgaande dat Nederland geen enkele dijk, duin of wat voor kustbescherming dan ook heeft. Ja. Ik kan een bijna even dramatisch plaatje maken voor Nederland nu. Maar we hebben die kustverdediging niet voor niks. En de mensen in West-Nederland hebben nu ook geen natte voeten. Zit u hier vaak? 4 keer per jaar. 4 keer per jaar. Op deze plek? Ja. Ja. Ja, meestal. Bent u ook helemaal klaar voor de zeespiegelstijging? Voor de zeespiegelstijging? Oh, dan maken we ons nog niet zo druk om. Nee. Nee? Nee. Nee. Ja, je moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Maar dat duurt nog wel even. En dit is een bijzondere plek. Hier is van de winter door de storm een stukje uitgespoeld. Zeg maar 50 vierkante meter. Scholen waren zo hoog, die namen een stuk steen mee. Gat in de dijk? Gat in de dijk. Maar gebeurt dat vaak, een gat in de dijk? Nee, dat gebeurt niet vaak. Het gebeurt af en toe. We kunnen ook zien dat het laag water is. Zelfs de zandplaten beginnen droog te vallen. Maar het heeft in de wintertijden met hoog water, ja, dan staat hier gewoon waar we nu staan, staat bijna onder water. Dus het is een gebied ja, dat al zijn charme is. Een van de grootste misverstanden is op het moment dat die ijskappen heel snel zouden kunnen gaan smelten. En dat je echt te maken zou hebben met enkele meters zeespiegelstijging in de loop van een eeuw. En dat zijn snelheden die we echt niet verwachten, omdat zo'n groot brok ijs niet zomaar weg is. Hoe hoog zitten we nu? Nou, zo'n 70 meter geloof ik. Dus nu zitten we wel veilig, denk ik. Beelden rond en over de dijk, gemaakt heerlijk weer. Dat is allemaal van de afgelopen week, bedenken wij ons hier. Het was de dag de 24e toen de autoriteiten hier kwamen. Heel oneerlijk verdeeld. Het was prachtig weer. Schitterend blauwe lucht. Ja, onbegrijpelijk. Ja, en nu? Ja. Nog even over die dijk. Als die verbeterd moet worden, hè, aan wat voor bedragen zou je eigenlijk moeten denken dan? Dat is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Want je weet pas wat je eraan gaat doen, dan kun je pas echt die berekeningen maken. We moeten toch wel aan een heel aantal honderden miljoenen, moet je wel denken. Honderden miljoenen? Ja, een heel aantal. En weten we dan eigenlijk hoeveel we nog gaan verhogen daarmee? Wat ik begreep,
De bedoeling is dat hij nu, hij is nu 7,5 meter hoog, dat hij 10 meter hoog wordt. Dus er komt 2,5 meter, moet erbij komen. Ja, want is de vraag niet een beetje, ja, kijk naar u meneer Okkels. Ja. Weten we überhaupt hoeveel we moeten verhogen met die dijk om dat allemaal goed te laten gaan? Nou, ik geloof niet dat we daar dat we dat precies weten. Dus ik ben daar niet, op zich niet deskundig in, maar ik weet wel dat in die hele discussie rond de klimaatverandering men eigenlijk vrij slecht is in de goede voorspellingen. Men weet wel wat we fout doen. Hè. Dat is dus het broeikasgas steeds weer verhogen. Dat moeten we ook heel snel stoppen. Maar we weten niet zo goed wat de gevolgen daarvan zijn. Dus ja, vinger aan de pols houden en heel goed zorgen dat je vooral allerlei metingen vanuit de ruimte doet. Waarbij dus met satellieten heel goed gekeken kan worden naar hoogte van land wat verandert. Wat in Nederland ook het geval is. Ja. En ook vooral de zeehoogte die verandert. Ik hoorde vanmiddag hier iemand zeggen, of is dat heel dom gedacht? Die zei, je moet niet geld stoppen in die dijk verhogen. Je moet geld stoppen in zorgen dat het klimaat niet verandert. Of is dat niks? Het is natuurlijk toch zo. Het is heel goed om te zorgen dat het klimaat niet zo verandert. Maar op de korte termijn gaat het klimaat gewoon wel veranderen. En we weten zeker dat de zeespiegel zal rijzen. En we weten zeker dat de afvoer van de rivieren zal stijgen. En we weten ook zeker dat we langere periodes droog weer zullen hebben in de zomer. En dat heeft gewoon gevolgen. En daar moeten we ons toch voor klaarmaken. Ja. Dus het hele IJsselmeergebied moet daarop aangepast worden. Is het grootste gevaar? Hè? Dus we kunnen het over verschillende gevaren hebben hier. Of de dijk technisch in staat is. Maar het gevaar voor het klimaat? Ja, ik zie het niet als een gevaar. Hè. Je moet je voorstellen dat wij na de industriële revolutie nu in een periode terecht zijn gekomen dat we zien dat we veel te veel fossiele brandstof aan het verbranden zijn. En dat dat een probleem oplevert. En daardoor krijg je een uitdaging om het beter te doen en anders te doen. En die uitdaging zorgt ervoor dat je hele nieuwe uitvindingen krijgt, nieuwe bedrijvigheid krijgt. Als je hier voor een paar honderd miljoen die afsluitdijk gaat verbeteren, ik schat dat je voor veel minder, bijvoorbeeld 20 miljoen, de hele dijk vol belegt met zonnepanelen. En dat ja, je dus ja ook, over die plannen komen we allemaal nog. Maar zou u daarvoor zijn om dat dan in plaats van verbeteren te doen? Nee. Zo moet je dat niet zien. Kijk, je wil alleen maar zeggen, dit kost zoveel geld, moet je doen. Ja, maar kan je zien je met moet hoeveel verstandig geld je bezig blijven. Ik bedoel, het heeft helemaal geen zin om op een of andere emotie te gaan zitten. En je zegt van nou, die dijk die moet wat hoger, die moet sterker. Nou, doe dat dan gewoon. Maar zorg er ook voor dat je geniet van de omgeving en de omgeving voor je laat werken eigenlijk. Ja. Is het een gebied om van te genieten? Geniet u ervan als u hier bent? Ja, ik vind het een prachtig. Nou, dat is waar je van houdt. Ik vind het een schitterend gebied. Ook zoals we hier varen, moet ik zeggen. Ondanks de regen. Ja, wat vindt u er mooi aan? Ja, het is de ruimte, de wijdheid, die luchten boven het water. Het is gewoon een prachtig stuk natuur. Maar ik ben het helemaal eens met Wilbur Okkels als hij zegt van... en trouwens ook met mijn linkerbuurvrouw als ze zegt van... Kijk, die klimaatverandering, die komt. En natuurlijk moeten we er alles aan doen om dat niet al te erg te laten zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat we ons daarvoor klaar moeten maken. En als we dan toch veel dingen aan moeten pakken... Ja, zorg er dan voor dat je dan meer dingen meepakt. Kijk dan niet alleen naar de veiligheid, maar zie het ook als een kans. Ja. We moeten dingen aanpakken. Laten we dan kijken dat we dat zo goed mogelijk doen. Ja, nou ja, kijk naar meer dingen, want daar vroeg Rutte, vindt het mooi hier. Ja. Als je het hebt over gevaren, want daar weet u dan heel veel van. Als het weer gaat om of het een mooi gebied is, of het een gebied is dat we misschien ook het achterland hebben laten versloffen. Is dat een gevaar? Dat het IJsselmeer misschien veel minder schoon is dan wij denken met z'n allen? Ja, het IJsselmeergebied heeft eigenlijk drie belangrijke problemen. In eerste plaats natuurlijk de natuurwaarden. De natuurwaarden in het IJsselmeergebied gaan alsmaar achteruit. En dat komt door een aantal redenen. En wat betekent dat natuurwaarde? Wat is dat? We hebben bijvoorbeeld de Markermeer. Dat is ontzettend troebel water en dat wordt steeds erger. En hoe komt dat? Er was natuurlijk een Markerwaard gepland en daar moest landbouw komen. En daar zat heel veel klei, dus daar kon heel goed landbouw komen. Maar inmiddels is het er niet en is de Markermeer. En het is een hele grote, platte, ondiepe bak met water die ontzettend klotst. En al dat klei, dat is stuk geklotst. En dat zweeft nu door het water. En daarom is het zo ondoorzichtig. En als het heel ondoorzichtig is, komt er geen licht door. En dan kunnen er geen planten groeien. En als er geen planten groeien, kan de vis niet paaien. En als de vis niet kan paaien, dan zijn de vogels die kleine visjes willen eten... Die gaan ergens anders heen of ze gaan dood. Dus het is eigenlijk veel minder mooi en minder schoon dan wij denken. Als je het zo vanaf het is niet zozeer vies, het is troebel. Ja, nou ja, goed. Je kunt er niet doorheen kijken, dus er kan geen licht doorheen. Nee, het is een helemaal een woord van nu is tegenwoordig natuurlijk verrommeling. Hè? Van of het ook nog wel eigenlijk een beetje een gebied is dat bij elkaar hoort. Of dat het nog maar een beetje hebben laten versloffen. En dat is een van de andere twee grote problemen. Er ontbreekt nu een heldere ruimtelijke ordeningsidee. Een helder ruimtelijk ordeningsplan. Ja, ik zie u denken. Nou, nee, zeker niet. Maar misschien komen we daar later in de uitzending ook op terug... dat we inderdaad dit IJsselmeergebied...
omdat er zoveel eisen aangesteld worden en zoveel verschillende dingen moeten gebeuren, dat inderdaad het gevaar van verrommeling wel op de loer ligt. Maar ja, dat is ook de reden waarom zowel LNV als VROM, als Verkeer en Waterstaat en dan Verkeer en Waterstaat als trekker gekeken hebben van kunnen we nou voor het IJsselmeergebied geen plan ontwikkelen, dat we daar de regie op nemen, dat we dat alle eisen die eraan gesteld worden en ook alle ruimtelijke vraagstukken die er zijn, bijvoorbeeld hoe moet Almere bereikbaar worden, ja, al die dingen, dat hebben allemaal met het IJsselmeer te maken, hoe krijgen we die natuur weer mooi, dat we dat bij elkaar brengen en dat zeg maar daar een beetje regie op zetten, dat niet iedereen maar wat doet en dat we met een verrommeld IJsselmeergebied achterblijven. Oké, okay, gaan we het zo over. Maar daar komen we misschien op. Precies, want wij gaan eens kijken. Het waterloopkundig laboratorium, dat is een begrip, het heet tegenwoordig anders, maar is, weet ook niet iedereen, ontstaan in de aanloop van de bouw van de afsluitdijk. Waterbakken gebruiken ze niet meer, ze gebruiken computers. Nou, waterbakken af en toe natuurlijk wel, zeker als er een cameraploeg van ons komt om te kijken. Van de deltawerken tot de gevolgen van de tsunami. Alles kan worden onderzocht bij Delft Hydraulics. Dit is een bak voor golven en stromingen op diepere water. We onderzoeken hier bijvoorbeeld offshore constructies, maar ook diepwatergolfbrekers. De techniek daar is dat je op zo'n golfbreker lage gekleurde steentjes aanbrengt. Ja, bijvoorbeeld deze. En dan ga je golven en dan ga je kijken waar die steentjes blijven als ze in beweging raken. En dan weet je waar ze vandaan komen. En dan weet je dus hoe de schade ontstaat aan zo'n golfbreker. Voor grootse waterbouwprojecten als de afsluitdijk moet eerst gerekend en getest worden. Het wereldberoemde Waterloopkundig Instituut doet dat nu, maar deed dat toen ook. Het instituut heeft zelfs zijn bestaan te danken aan de afsluitdijk. Daar was toen een heleboel onderzoek voor nodig, waterloopkundig onderzoek. En dat gebeurde grotendeels in Duitsland. En toen heeft men gezegd, ja toch eigenlijk is dat te gek dat we daarvoor naar het buitenland moeten. De afsluitdijk is een heel moeilijk geval. Want die zit een getijgebied, een heel groot getijgebied. Het IJsselmeer was toen Zuiderzee, dus daar liep een getij in en uit. En dat moest afgesloten worden. Afgesloten zonder ja, de hoogwaardige technologie die we nu hebben. We staan hier wat we noemen midden in de Vignetbak, de Vignetbassin. U ziet hier dat men nu bezig is om een haven op schaal na te bouwen. Dus ze hebben de bodemligging opgenomen. En die wordt in beton nagemaakt. Precies op schaal, zodat de golven het goede gedrag vertonen en op de goede plek breken. Dus zo gaat het nu. Hè? Dus hier zie je de animatie van een van de Palm Islands in Dubai. Met en zonder opening in de ringdijk. En dan zie je dus het verschil in waterkwaliteitsontwikkeling. Vroeger ging dat natuurlijk heel anders, want toen waren er geen computers. Dus toen de commissie Lorenz bezig was om te kijken hoe de afsluitdijk het getij in de Waddenzee zou beïnvloeden, toen moesten ze dat heel anders doen. En dat deed hij door een zaal vol mensen aan het rekenen te zetten en elkaar briefjes te laten doorgeven. Dus dat werkte zo min of meer als een computer op dit moment. Alleen deed hij dat destijds met mensen, want hij had nog geen computer. De gotaar is onze getijgoot. Daar kunnen we dus situaties in nabootsen met getijstroming en zout-zoet gelaagdheid. Dus het zoute water dat ligt naar de bodem natuurlijk, want het is zwaarder dan het zoete water. En de stromingspatronen die je daar dan bij krijgt, die kunnen we hierin nabouwen. Eind jaren 20 rekende dit instituut aan de afsluitdijk. Nu, 80 jaar later, wordt de dijk weer onder de loep genomen. Allerlei futuristische plannen worden berekend en getest. En is de vraag, kan de 75-jarige dijk nog 75 jaar mee? Als je kijkt naar de stijging van de zeespiegel, dan kan die nog wel een tijdje mee. Dan zal die misschien af en toe eens verhoogd moeten worden. Maar dan is gewoon het idee van een dijk, dat is nog redelijk lang te handhaven. Als het allemaal heel snel gaat, dan heb je gewoon niet de tijd om het aan te passen. En dan, dus als die 6 meter van El Gore komt, dan en die komt morgen, ja, dan hebben we een probleem. Je ziet nu allerlei ideeën opkomen van mensen die zeggen van ja, moeten we toch niet weer een beetje zout maken, moeten we niet een deel van die afsluitdijk openzetten. Dus ik denk dat die technisch niet verouderd,
Maar misschien sociaal wel. Natterman. Ja, het Waterloo. Kundig laboratorium. Plannen voor de afsluitdijk en plannen voor het gebied daarachter, het IJsselmeergebied. Plannen genoeg. Mevrouw Huizinga, u bent de staatssecretaris. U liet het woord regie net al vallen. Overdag hebben wij vooral teruggeblikt op de afsluitdijk en alles vroeger. Toen viel natuurlijk heel vaak de naam Lely. Ja. Als een soort held bijna. Iemand die plannen bedenkt. Een andere kabinet zat en ook echt zorgde dat het gebeurde. Ja. In het huidige kabinet bent u de Lely? Nee, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Maar ik denk wel dat we een voorbeeld aan Lely moeten nemen. Die plannen had, ook in een tijd dat niemand daar nou in geloofde. Die dat ook doorzette. Die op een gegeven moment toch zoiets geweldigs als die afsluitdijk tot stand heeft gebracht. Hij moet nu aangepakt worden. En dan ook over een langere periode durfde te kijken. Ja, niet alleen precies, 4 jaar naar de volgende verkiezingen. Niet alleen kort, maar kijken van... Kijk, wat ik denk maar het hele kabinet is dat met me eens. Laten we nou ook kijken of we, als we die afsluitdijk aanpakken, dat we er dan meer mee kunnen doen. Dat we meer doen dan alleen maar de veiligheid garanderen en daar een weg overheen laten lopen. Of dat nou met of zonder superbus is, meneer Hockels. Maar laten we kijken of we er meer mee kunnen. Ja, en daar zijn heel veel plannen voor. Bekijken. Ja, zullen we het eens doen? Want we hebben heel veel plannen die we kunnen laten zien. We gaan er eens een paar op een rij zetten. Zoals het plan Drijvend Wonen. Plan van TU Delft. Zag u ook al in de reportage. Drijvende stad IJsselmeer met een drijvende snelweg. Zelfvoorziend op het gebied van water en energie. Het plan Waterlelie van ingenieur Rob Stijn zag u ook net al wat beelden van. Maakt gebruik van duurzame getijdenenergie. Maanenergie genoemd. Komt een bekken tussen Waddenzee en IJsselmeer. Water stroomt in en uit. Op het ritme van de maan en de zon ontstaat elektriciteit voor maar liefst 75.000 mensen. Plan Nederland omhoog, dat klinkt bijna als een verkiezingsprogramma. Idee van TNO, logisch, gewoon het land ophogen. Vooral het laagland dat onder de zeespiegel ligt. Het benodigde zand haal je uit zee, eventueel het IJsselmeer. Duurt wel een jaar of 100, zeggen ze er heel eerlijk bij. Verantwoord IJsselmeerbeheer. 3 of 4 grote gaten in de dijk juist. Getijden komen terug, bij hoog water wordt het afgesloten. Slip, waar we het net over hadden, wordt bestreden. Visstand verbeterd, lijkt een beetje op de Oosterscheldekering. En eilanden voor de kust, dat is een ander plan. Dat zien we hier vanuit de lucht gezien. Als het er zou liggen, meneer Ockels, zou je het zo kunnen zien als astronaut. Plan van Adriaan Geuze voorziet in het aanleggen van grote eilanden voor de Nederlandse kust. Van Texel tot aan Duinkerken om onze kust te beschermen tegen beukende golven. Zomaar 5 plannen. En we hebben er nog veel meer straks die we allemaal kunnen laten zien, meneer Ockels. Als u dit zo ziet en u zou mogen kiezen, welke van de 5 zou u zeggen, dat zou ik doen? Nou, ja... Om eerlijk te waarde te zeggen, ik heb nog niet iets gezien waarvan ik zeg van dat vind ik helemaal fantastisch. Ik vind die drijvende steden op zich vind ik een fantastisch idee. Want dan maak je gebruik van het mooie van de omgeving. Hè, dan ga je er iets anders ook mee doen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je aan die dijk allerlei dingen koppelt. Die misschien meer gebruik maken van het water en van die omgeving. Ook qua energie, dat je gewoon hier toch lekker kan wonen. Mevrouw van Ekelen, wat spreekt u het meest aan? Nou, je ziet heel erg veel plannen voor het IJsselmeergebied. Veel meer dan deze 5, wel honderden. En er zitten ontzettend goede plannen bij. Niet alleen van de laatste jaren, maar ook al veel ouder dan dat. Het is eerst nodig dat we nu een visie hebben. Een visie die duidelijk via volgens blauw-groene lijnen wordt uitgezet. Dus gedacht vanuit natuur en water. Maar betekent dat u nog niet wil kiezen uit deze 5 bijvoorbeeld? Nee, want als wij een goede visie hebben, dan kan je de plannen er langs leggen. Dan heb je een meetlat waar je de plannen langs kunt leggen en dan kunnen we kiezen met z'n allen. Ja, en wat is dan bijvoorbeeld een overstijgende visie om een beetje een idee te krijgen? Dan ga je een richting op. Een overstijgende visie is als we de problemen goed hebben begrepen, met slip, met natuur, met water. Dan gaan we oplossingsrichtingen bedenken die verschillende problemen tegelijk oplossen. Okay, en er dus zijn dan, natuurlijk al een heel lijnt mee. Dan zou je er een uitkiezen die bijvoorbeeld aan het slip wat doet? Nee, dan zou ik er een uitkiezen die aan het slip wat doet en aan het verschil in diepte in de Markermeer en IJsselmeer die er vroeger is geweest en nu weg is, dat weer terug wordt gebracht. Ja. Dan zou ik iets doen dat de natuur een enorme impuls krijgt. Dat het water schoner en helderder wordt. Het wordt plezieriger en prettiger. Daar gaat eigenlijk, alsof u dat wist, maar dat wist u niet, het volgende plan over, wat u nu uitlegt, kunnen we ook laten zien. Een ander IJsselmeer, dat is van jonge honden van verschillende ministeries. In het IJsselmeer en in het Markermeer worden verschillende waterpeilen ingevoerd. Het IJsselmeer zorgt voor zoet watergebruik, een voorraad en de veiligheid.
En Markermeer, daar ligt de nadruk op ecologie en natuurontwikkeling. Dat plan is al wat verder. Mevrouw Huizinga, is dit een plan waar u wel wat voor voelt? Ja, dit is een plan waar ik heel veel voor voel. En het is ook een plan wat ik naar buiten heb gebracht en gezegd heb tegen maatschappelijke organisaties, ook over lagere overheden. Reageer daarop, kijken of dit plan draagvlak heeft. En in juni denk ik, hoop ik dat zo afgerond te hebben. En als het goed lijkt, dan wil ik met dat plan verder gaan. En wat vindt u er zo goed aan? Omdat het, laat ik het zo zeggen, er zijn een heleboel problemen rond het IJsselmeer. Ik zei het net al, hè? De Almere zit met waar ze woning zouden moeten bouwen. De natuurwaarden, zoals het dan in jargon heet. Hè? Maar wat betreft de natuur, het water ziet het er niet goed uit. We hebben te maken met een zeespiegelstijging, waardoor we op termijn meer water zullen moeten kunnen bergen, ook van de rivieren die stromen. En door de klimaatverandering krijgen we meer te maken met droogte. En dat betekent dat we veel zoet water nodig hebben. Nou, al die opgaven, die breng je bij elkaar in deze visie. Okay. En die los je allemaal op, ja, zeg maar. We hebben er nog meer. Maar om nu alvast een beetje een idee te hebben van wat nou kans maakt. Omdat dit uit de hoek van ambtenaren komt. Maakt dat extra kans? Nee. Nee, zeker niet. Ik zie ook ons daar al lachen. Die voelt erbij al hangen. Oh, nee. Nee. Dit is echt een heel goed plan. Het is door, dat heet dan jonge honden, jonge ambtenaren, waartegen gezegd is, denk nou eens buiten elk kader. Ja. Ga nou eens niet ambtelijk denken, ga nou eens helemaal out of the box kijken. En kom nou van, als we naar het IJsselmeer kijken, hoe zouden we dan aan al die uitdagingen waar we voor staan, tegemoet kunnen komen. Ja, vindt u het een goed plan, meneer Okkels, als u dit zegt? Ik ken het, nee. Ik kan het niet zeggen, want ik weet het niet echt. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, en de staatssecretaris zei dat net, dat je dus jonge mensen betrekt om creatief te zijn. En dat is ook niet een kwestie van, nu heb je een plan en dan is het klaar. Nee, dat moet je gewoon continu hebben. Dus als je een echte visie nodig hebt, dan is de visie van morgen is dat je een soort maatschappij maakt waar creativiteit constant de noodzaak is, waarbij je dus constant zegt, ik ga het vernieuwen. Niet elke keer denken van dit is de oplossing voor altijd. Elke keer weer laten zien hoe je weer een stap verder komt. Ja, zullen we eens kijken naar een plan van, nou is niet helemaal van u, maar is van de TU Delft, nou ook een beetje van u. Dat is het plan dat we nu kunnen laten zien. Dat zijn... Nou, dit is wel mijn plan trouwens. Oh, dit zijn de vliegers. Nee, ik dacht dat het net de zonnepanelen. Dit zijn de vliegers. Nee, dat is helemaal van u. Ja. Ja. Kunt u dit eens uitleggen? Want, Nou, wat je hier ziet is een serie vliegers die aan een lijn zijn verbonden en op de grond staat een grote trommel. Die vliegers die gaan heel hard trekken doordat het boven heel hard waait. En die worden dan een beetje gevierd en die trommel die drijft een generator aan, een dynamo. Zo krijg je elektriciteit. Maar die vliegers die kan je ook helemaal sturen, net zoals vliegtuigen. Dus als die vliegers een eind omhoog zijn gegaan, gaan ze daarna weer naar beneden vliegen. Hier zie je dat een beetje moderne visie. En die vliegen dan naar beneden zonder dat het trekt. En zo kan je dus energie die van boven komt, windenergie eigenlijk. Het wekt energie op. Kan je via een touw kan je naar beneden brengen en beneden heb je dan elektriciteit. En daar zou je er eentje van willen ophangen hier? Ik zou eigenlijk een soort, maar dat is meer een soort kunstwerk, hier willen hebben van wat we noemen dancing kites. Dat zijn dus twee vliegers die tegen elkaar in, zeg maar, dansen aan één lijn. Die gaan heel hard trekken. Die lijn die gaat naar boven toe, eruit. En zo kan je energie winnen. En die twee vliegers die gaan tegen elkaar in weer terugvliegen, waardoor je dan niet hard trekt. Nee. Ja, maar dan zou je de hele rit van achter elkaar kunnen zetten hier bijvoorbeeld. Ja, maar waar het mij om gaat is dat je het in ieder geval doet. Hè? Want het blijven praten achter een bureau, dat is, wat dat betreft is dat heel slecht. Je moet het gewoon doen. En het gaat er ook om dat dan op een gegeven moment jonge mensen op die dijk staan, daarnaar kijken, gefascineerd raken en beginnen te dromen en ook weer creatief worden, want die moeten weer nieuwe dingen gaan verzinnen. Ja, goed idee, mevrouw Ouwehuizinga. Nou, het is een van de vele goede ideeën die er zijn om de afsluitdijk, om die voor meer te gebruiken dan alleen de veiligheid. Nee, dat zou ook een beetje raar zijn. Nee. Ik heb gezegd afgelopen week van mensen, kom met plannen wat we nog meer met die afsluitdijk kunnen doen. En dit is daar een heel goed voorbeeld van. Zullen we nog even kijken, laten we dat nog zien, ook de zonnepanelen. Want dat zijn de zonnepanelen van de TU Delft. Hebben we niet. Oh goed, want dat was ook, maar daar weet u wel eens van. Het is wel fascinerend, want ik heb er even wat zitten uitrekenen. Eerste plaats zou, als je nou hier zonnepanelen over die dijk legt. En je zou 5 meter brede zonnepanelen neerleggen. Dat is helemaal niet zoveel. Hè? Ik bedoel, een beetje geluidsscherm is ook al 5 meter hoog. Dan zou de hoeveelheid energie die die zonnepanelen opwekken voldoende zijn voor al die auto's die er overheen rijden. Zelfs hier, want we zitten hier hè, met een grijze lucht en je denkt, waar is de zon?
gemiddeld dan, hè? Dat zou voldoende zijn. Dat zou voldoende maar een heleboel zijn. Moet het wel allemaal elektrische auto's zijn natuurlijk. Ja. Maar dat zou voldoende zijn. Dus dan kan je die auto's laten rijden op de energie die van die zonnepanelen. Ja. En dat zou je ook eigenlijk in de rest van Nederland kunnen doen. Eigenlijk wel. Eigenlijk zou je ook als je, want vaak rekenen we niet zo. Wij kijken altijd bij een zonnepaneel naar de kilowattuurprijs, maar die kilowattuurprijs is zo vreselijk goedkoop. Daar kan je niet tegen concurreren. Maar een gewoon geluidswal, die kost al bijna net zoveel als een zonnepaneelwal. En dus daar zitten niet zulke grote verschillen mee tussen. Dus we moeten soms wel eens een beetje ook gewoon de knoop doorhakken en heel goede dingen gaan doen. Een beetje durven denken, ja. Oké. Okay. Goed, allemaal mooie plannen. Ene levenskrachtiger dan andere natuurlijk. Allemaal functioneel, allemaal prachtig. Maar die dijk, gaan we even naartoe, terug naar de afsluitdijk. Gewoon een dijk waar mensen ook op lopen, op wandelen en gewoon af en toe een praatje maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker een stukje afsluitdijk fietsen? Kleine voorbereiding voor de Elfstedentocht. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. U dacht bezoekers een fijne plaats om een beetje te gaan vergaderen met elkaar? Ja, 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 ja. En waar gaat het over? Over koetjes en kalfjes. Ja, wat je maar horen wilt. Nee, even slappen houden. Afsluitdijk om dit te fietsen. Nou, het ideale trainingshabitat, kan ik eigenlijk wel zeggen. Vindt u het een mooi beeld? Ik vind het een erg mooi beeld. En het roept bij mij ook nostalgische herinneringen op. Mijn familie van oorsprong is hier naartoe gekomen, of in ieder geval van mijn vaders kant, om ook te werken aan de Afsluitdijk. Mijn opa is steenzetter geweest. Ik heb vorig jaar nog een beeldje van hem laten maken. Ik zal het even laten zien. Kijk, ik wilde mensen vroeger wel eens om een beeldje van een steenzetter. En dus ik bij mijn vader en ik zeg, vader, heb je nog foto's van opa? Hij zegt, ik denk het wel. Dus fotoboeken bijgepakt en foto's van opa als steenzetter. Dus die foto's ingescand, doorgemaild naar de fabriek. En daar is dit beeldje uitgekomen. Monument. En hoe gaat dat dan? Ja, kijk, hoe zullen we beginnen? Een streep van 30 kilometer door de Zuiderzee. De afsluitdijk is lang, maar ach, ik zit er niet zo mee. De vierbaansweg is ruim en recht, ik vlieg er overheen. Ik trap pas door de bodemplaat, ik zie je zo meteen. Het voorbeeld was mijn oom, die overleed al steenzetter, Joost Bakker. En nou, dat was familie en ja, dat roept herinneringen op. Dus, oké, prima, tot later. Het duurste, ik denk dat dat een molen is van 1995 of 1975. Ja. Nee. Est-ce que ça suffit la hauteur? Est-ce qu'elle est assez haute en fait? Non. Encore? Ouais. Est-ce qu'elle est. It's high enough? Pour maintenant, oui. Oui. Et avec le problème écologique oui. que vous allez rencontrer? Oui. C'est la discussion? Ah, ouais, je pense. Ouais, ouais. Il va falloir certainement relever le niveau de la digue. Ouais. Donc, on peut travailler pour vous. Il n'y a pas de problème. En opnieuw die heerlijke beelden van een zonnige afsluitdijk. Ja. Goed, we hebben het gehad over de gevaren. We hebben het gehad over mogelijke oplossingen. Het zijn een beetje appels en peren natuurlijk. We hebben allerlei plannen gezien. Ja, dus de vraag is eigenlijk wanneer beginnen we en waarmee? Ja, dat is wel een hele lastige natuurlijk. Hè? Als het over de afsluitdijk gaat. En over het IJsselmeergebied natuurlijk. En over het IJsselmeergebied. Ja, dat zijn twee plannen die ik eigenlijk nog niet zo lang geleden gepresenteerd heb. Het IJsselmeergebied, daarvan heb ik gezegd van, ik wil daar kijken of het draagvlak heeft. Ik wil dingen die daar, die visie die we net zagen. Ik wil kijken of
Want er zijn natuurlijk nog dingen die onderzocht moeten worden. Kijken of het met Brussel allemaal voor elkaar gebracht is. Maar als dat allemaal meezit, dan denk ik dat ik aan het eind van het jaar zou kunnen zeggen of die IJsselmeervisie inderdaad een kader wordt. Zo gaan we dat IJsselmeer aanpakken. Ja, veiligheid is natuurlijk onomstreden. Hè? De veiligheid staat bovenaan als grote eis. Dat is voor het IJsselmeergebied en ook voor de afsluitdijk. Kijk, als het om de afsluitdijk gaat, die moet aangepakt vanwege onze veiligheid. En daarvan kunnen allerhande plannen komen. Heel veel mensen zeggen van die dijk die ligt daar en ik zou daar nou energie op in alle soorten en maten zou ik zeggen kun je die afsluitdijk voor gebruiken om dat op te wekken. Er zijn ook mensen die willen het gebruiken voor huizenbouw notabene of voor recreatie. En mijn gedachte is, laten we nou als we die dijk aan moeten pakken dat zien als een kans. Laten we leren in Nederland om niet alleen veiligheid geïsoleerd te bekijken, maar te kijken hoe kunnen we die veiligheid verbinden met andere dingen die we ook willen doen. Ja, zodat je... Bijvoorbeeld, hè, duurzaamheid. Waar hunkert u naar, meneer Oppels, als u dat hoort? Want dat, kijk, veiligheid om omstreden moeten we hunkert doen. Is natuurlijk dat wij niet alleen de fossiele brandstof per direct gaan vervangen door duurzame energieproductie, maar dat je vooral zorgt dat je een enorme creativiteit teweeg brengt, een enorme innovatie teweeg brengt. En dat je ook ervoor zorgt dat al de technologieën die we al hebben, zoals bijvoorbeeld waar ik het over had, zonnepanelen, dat je die snel implementeert. Daar moet je niet mee wachten. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat die creativiteit loskomt? Ik denk dat je, in wezen weten we dat. Dat weten we uit de natuur. Dat heet Darwinisme. Dat is dus zorgen ervoor dat je een heel klein beetje geld geeft aan allerlei projecten, zonder te sturen. Dat mag niet. En dat je daarna heel erg duidelijk kiest. Dus zorg ervoor dat je wedstrijden organiseert. Dat je gewoon zegt van, jongens, ik wil voor een misschien wel een belachelijk goedkoop bedrag wil ik die hele dijk vol met zonnepanelen hebben. Ik zet daar een wedstrijd op, 10 miljoen euro of 20 miljoen euro voor degene die dat wint. En dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dan komt er een hoeveelheid los, dat is helemaal fantastisch. Dus je moet, en het is trouwens risicoloos geld, laten we eerlijk zijn. Want als iemand het niet goed heeft, dan geeft het geld niet uit. Dus het is eigenlijk heel voorzichtig geld. Want je zou, in mijn ogen zou je publiek geld of belastingbetalersgeld voor die dat soort dingen kunnen gebruiken. Ja. En de beste wint, zegt u dan? De beste wint. En dan moet je goed laten meten natuurlijk. En het leuke is, dan zie je het. Kijk, nu heb je heel vaak dat je een keuze moet maken achter een bureau met overleg en allerlei adviescommissies en dat soort dingen meer. Maar dan weet je nooit echt zeker of het beter is. En het echt zekere, dat haal je uit een test, uit een demonstratie. Waar hunkert u naar als het gaat over wat u noemt natuurwaarde? Over dat het mooi is dat het hier, dat het waarde heeft? Ik vind, we hebben in Nederland al een groen hart, wat heel belangrijk wordt gevonden, waar heel veel over is gepraat, wat heel erg goed is. En het IJsselmeergebied zie ik graag als het blauwe hart van Nederland. En het blauwe hart van Nederland, dat moet kloppen. Dat moeten we dus een enorme impuls geven, dat het enorm veel mooier wordt. Het heeft zoveel mogelijkheden, er zijn zoveel kansen om de natuur enorm vooruit te helpen, een enorme impuls te geven. En ook recreatie en misschien een beetje wonen kan daar ook een plek in hebben. En de veiligheid staat natuurlijk buiten kijf. Ja. Is dat een beetje weggezakt? Dat gevoel hadden we tussen de middag hier een beetje op de dijk. Van ja, nu vindt iedereen een vreselijk belangrijk natuurlijk. Maar ja, de afgelopen jaren hoorde je eigenlijk niemand uit over die afsluitdijk. Het is in de 70er jaren is men natuurlijk actief geworden in allerlei processen die toen heel hard liepen remmen. En ja, daardoor is er geen Markerwaard gekomen. Daardoor zijn niet alle grachten gedempt, gelukkig maar. Maar we zijn een beetje op de rem blijven staan. En nu is echt het moment gekomen om weer tot grote daden over te gaan. Om een duidelijke visie te maken. En dat vind ik ook dat de staatssecretaris enorm goed doet. Die wil een duidelijke visie uitzetten volgens de lijnen blauw en groen. Water, zoet water, veiligheid en natuur. Ja, en gaat die staatssecretaris zo'n wedstrijd uitschrijven? Waar ook op voor blijft? Dat denkt de staatssecretaris nog even over na. Nee, ik heb gezegd van kom met veel plannen. Ik ga een marktverkenning doen. Die plannen die komen 2000... Hij zegt nou een wedstrijd en kies dan en laat iemand winnen. 2008 weet ik meer welke plannen een kans maken. Of daar zo'n wedstrijd bij is, dat zullen we dan zien. Maar nu wil ik echt eerst inventariseren en mensen uitnodigen. Ook om die creativiteit op te wekken. Hè? Van, als u die vliegen ziet, dan zult u ze helemaal versteld staan. Nou, kijk eens. Nou. Ik ga gauw kijken. En waar hunkeren die jonge studenten van u naar? Want ik denk bijvoorbeeld, we hebben dat plan van Adriaan Geuze laten zien. Als je hem hoort praten over Lely, dat is een held voor hem bijna. Hè? Ja. Wie zijn de helden van uw studenten? Nou ja, ik moet zeggen dat als ik mijn studenten, die willen toch wel heel vaak gewoon in diezelfde richting door. Hè. Die willen een bedrijfje beginnen voor de superbus of een bedrijfje beginnen voor de vliegers. Of boten voorttrekken met vliegers in Rotterdam of noem maar op. Ik bedoel, ik vind het heerlijk als ze
gewoon zich willen gaan ontplooien. Ze vinden dat ook heel belangrijk. Ze vinden dat zij de toekomst moeten maken. Dat vind ik ook heel goed. Ja, de rust een zware taak op uw schouders. Als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan is uiteindelijk toch natuurlijk waar iedereen naar kijkt Den Haag. Degene die daar in de knoppen zitten en waar u mee gaat komen. En waar ja, onze kinderen en kleinkinderen straks van zullen zeggen, ja, wat heeft dat kabinet, wat is het Balkenende Vier inmiddels goed gezien in 2007? Nou ja, dat is inderdaad waar. Aan de andere kant, het is de uitdaging. Er zijn mensen geweest met lef. Lely was iemand met lef. En die mensen zijn nog steeds in Nederland. En die moeten we zien te vinden. En met elkaar moeten we dan die uitdagingen voor de toekomst nu oppakken. Het is nu wel de tijd om daar plannen voor te maken. Heeft de tijd een beetje mee, wat dat betreft? Nou ja, dat is lastig om dat te zeggen. Je kunt natuurlijk niet zeggen van wat zijn we blij dat dat klimaat verandert. Hè? Wat zijn we blij dat die zeespiegel stijgt. Dat zijn we natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd heeft dat wel een idee van urgentie gegeven. Van Nederland is een van de 5 laagst gelegen delta's in de hele wereld. Onze veiligheid zijn we altijd op gespitst geweest. Maar die veiligheid spreekt niet vanzelf. Die moeten we aanpakken en we moeten dat ook als een kans zien. In het verleden heeft dat geleid tot mooie dingen. En daar moeten we mee doorgaan. We moeten niet alleen maar in het defensief. We moeten kijken wat kunnen we met die uitdagingen. En wat kunnen we voor moois doen in ons land, in het IJsselmeergebied, met zo'n afsluitdijk. En daar moeten we met z'n allen mee bezig. Oké. Okay. Ja, ik vind dat je over het algemeen iedereen het gevoel moet krijgen dat je mag best enorme wensen hebben voor de toekomst. Prachtig. Maar de oplossingen, die moet je niet aandragen. Daar moeten jonge mensen mee komen. De creativiteit. Geef hun de kans, maar eis zelf dat het mooi wordt. Oké. Uw boodschap is duidelijk. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw komst hier. Het begint een beetje op te klaren. Het is niet meer zo nat. Het is volgens mij een stuk minder koud zelfs. Een verwarming. U neemt lekker wat. Ik dank u hartelijk voor uw komst hier. 75 jaar afsluitdijk. Het was voor ons een feest om te doen hier. Letterlijk en figuurlijk. Die afsluitdijk die we een beetje waren vergeten de afgelopen jaren. Wat u echt zou moeten doen is kijken naar het digitale kanaal bijvoorbeeld van de VPRO. Geschiedenis TV, heel veel te zien over de afsluitdijk. Onze eigen website van de NOS, www.nos.nl. Voor een prachtige link die eraan vastzit, de andere pagina van onszelf over hoe het hier in de loop der jaren is gegaan. En onze fotowedstrijd, de dijkfotowedstrijd waarmee u prachtige prijzen kunt winnen. Ik heb ze hier liggen, de boeken langs het IJsselmeer van Bert Verhoef. Jureert zelf Bert Verhoef, de mooiste foto's. En de afsluitdijk Brug en Waterscheiding. Met auteurs hebben we tussen de middag gesproken over hun dromen. Prachtige boeken. Stuur uw mooiste foto's in. We laten de tussenstanden, de mooiste foto's ook in de tussentijd op de website zien. nos.nl. Voor ons zit het erop. Het was een bijzondere dag voor de afsluitdijk. Natuurlijk een hele gewone dag. Die heeft wel veel gekkere dingen meegemaakt. Vanaf de MS Mepplerdiep wens ik u een hele goede avond. En dank u voor het kijken. Afsluitdijk, zware sneeuwbuien vandaag. Er was even sprake van dat ook die dijk afgesloten moest worden. Want door de sneeuw was hier voor een deel bijna niet te bereiden. Hier werd de dijk gesloten op 28 mei 1932 en op 3 januari 1963. Voor het verkeer werd zij zo waarlijk een afsluitdijk.